Ach jee, die 3-0, wat een goal. Ja, het begon eigenlijk met een goede actie van Mahmoud door het as van het veld, waar hij volgens mij 4 of 5 man passeerde en speelde mij aan. Ik wilde een voorzet geven en ja, die bal komt terug. En ik zag dat er ruimte was dat de keeper voor zijn goal stond. Hij is ook niet echt de grootste. En ja, dat probeert met de buitenkant voet en dat hij dan zo de kruising ingaat, dat is gewoon een heerlijke goal, ja. Ja, dan vliegt hij naar het in, wat denk je dan? Ja, dan gaat het verstand eigenlijk op nul, hè. Dan weet je eigenlijk niet wat je doet en dan ben je gewoon ontzettend blij. En vooral, dat was ook de bevrijding. Dat was de 3-0 omdat we gewoon, ja, zoals je weet, Barendrecht de afgelopen jaren een beetje angst gegeven voor Kozakkenboys. En ze hebben de afgelopen weken ook goed gedaan met 4 overwinningen op rij. En dan is het gewoon een verlossing als het ware dat je dan die 3e mag maken. En dan weet je dat de overwinning binnen handbereik is. Ja, want Kozakkenboys was sterker vandaag, hè? Ja, we waren duidelijk de bovenliggende partij. We hebben, ja, vooral we hebben als team hebben ze goed geanalyseerd wat hun sterkste en zwaktes waren. En daar hebben wij goed op ingespeeld. En ja, dus zo zie je maar dat wij ontzettend goed kunnen voetballen. En dat was, de goals die we ook scoorden, daar waren gewoon goed uitgespeeld. De kans op de 2e nadeel was een vrije trap. Maar ja, dan mogen we zeker ontzettend tevreden zijn met deze overwinning. Ja, op de tribune was wel te merken dat het een erg harde wedstrijd was. Hoe was het in het veld? Ja, het was gewoon, het is een beetje, ja, we zijn een beetje, soort van een beetje buren. Heel veel spelers kennen elkaar onderling en dan ben je gewoon extra gebrand om deze wedstrijd te winnen. En ik vond naar mijn gevoel, ja, het was wel een harde wedstrijd, maar wel gewoon rechtvaardig. Gewoon harde duels van buitenkant en dat vind ik een beetje jammer dat de scheidsrechter zoveel met gele kaarten liep te strooien. Want het was gewoon een wedstrijd die gewoon hard maar rechtvaardig was en daar hou ik zelf als speler ook van. En ja, ik denk dat mensen zelf aan de zijkant wel kunnen begrijpen dat het misschien wat hardere wedstrijd was, maar dat hoort er ook wel een beetje bij.